Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Adrie Berends. Ja, vanavond mag ik het alleen doen en dat heeft een vrolijke reden dit keer, want Matthias die gaat morgen in het huwelijksbootje stappen. Dus ik heb hem vanavond een avondje vrij afgegeven, want volgens mij als het aan hem had gelegen had hij hier gewoon weer gestaan vanavond. Hij moet volgens mij andere dingen doen op dit moment, dus vanavond een uurtje alleen met mij. Ja, en wat houdt dat allemaal in? Nou, wij hebben natuurlijk genoeg dit uur. Dus dat betekent dat de track van de week natuurlijk weer voorbij gaat komen. Ik heb net even gekeken op de site, maar ja, dit is een zo goed als gespeelde strijd, denk ik. Hoewel, er kan nog van alles gebeuren natuurlijk als er flink gestemd gaat worden. Het is op dit moment 38 tegen 6. Dat betekent dus dat Wil, degene die nog achter staat, die heeft nog wel een stem of 33 nodig om in te halen. Ik zou zo zeggen, wil je dat Alliance of the Free gedraaid gaat worden, want die staat op dit moment achter, dan zou ik zo zeggen, ga naar ballisticbrass.nl en stem op de track van de week. Of heb je liever Viva La Vida van Jong KTK, zoals afgelopen twee weken ook het geval is, dan kun je daarop stemmen. Mochten zij deze week weer winnen, dan ja, betekent dat natuurlijk dat het ook de laatste keer is vandaag. En dat wij dus ook vandaag weer een nieuwe track voor deze Jong KTK gaan uitzoeken. En volgens mij heb ik daar nog een andere optie voor. Ja, zeker heb ik die. Dus die kan dan gewoon weer in de lijst komen te staan. Ja, wat heb je verder dit uur dan, zul je je afvragen. Nou, ik heb nog nieuwsberichten waar wij zeker aandacht aan gegeven. En een paar ook opmerkelijke nieuwsberichtjes waar we even aandacht aan gegeven. Natuurlijk, als je wilt reageren, dan kan dat via Twitter. @ballisticbrass. En dan het scherm staat hier open. Ik ben een beetje Twitter-noob, zoals je weet. Dus ik ga mijn best doen om daar zo goed mogelijk mee overweg te gaan. Maar ik kan helaas niks beloven. Maar @ballisticbrass dus. Dan komt het hier in ieder geval terecht. En natuurlijk vanavond ook veel muziek. En dat is ook waar we mee gaan starten. En ik dacht van, weet je, laten we gewoon beginnen met Thinking of You. Thank you.
Thinking of You was dat dus. Even alvast een voorproefje voor zometeen. Ik heb nog een nummertje van Matthias namelijk klaarstaan. Gaan we niet direct draaien straks, maar dat doen we even iets later in de uitzending. Maar dit was alvast, omdat ik aan je denk, Matthias, dan weet je het vast wel. Je luistert vast wel mee. Nu even een nieuwsberichtje, want hij gaat niet alleen trouwen morgen, want morgen is er ook nog het een en ander. Want op 24 september houdt Jubal Zwolle namelijk ook een speciale open repetitie. En deze repetitie staat onder leiding van een Amerikaanse componist, namelijk Ayates Shabazz. Hij componeert veel muziek voor Amerikaanse drumkorpsen, jazz ensembles en filmprojecten. En deze open repetitie bij Jubal die vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in de Stilo Sport. En dat is voor de mensen uit de buurt, dat is aan de Van Wevelinkhovenstraat 107 in Zwolle. En iedereen is hier natuurlijk van harte bij uitgenodigd. De invalshoek kan... dat is eigenlijk dat Jubal veel feedback kan krijgen om de show nog te verbeteren. En dat komt natuurlijk goed uit voor Jubal Zwolle, want zij zijn druk in de voorbereidingen naar het concours waar zij heen gaan op 11 oktober in Veraneker. Dus wat dat betreft een hele goede timing dat deze persoon, deze meneer Shabazz, dus naar Zwolle komt om Jubal daarvan commentaar of feedback, zoals het netjes heet dan, te voorzien. En is dus een open soort repetitie waar iedereen is uitgenodigd. Dus dat morgenavond in Zwolle. Wij gaan nog even een ander stuk muziek draaien. Ik heb erover getwijfeld of ik deze wel of niet moest doen. Want hij duurt nog wel 10 minuten, dus dat is best wel lang. Maar ja, ik doe het toch, want ik vind het... Ik vind het een leuk nummer om weer eens te horen. Ik heb hem lang geleden voor het laatst gehoord. Uitgevoerd door de JWF-kapel. Maar het is een medley van allerlei nummers. Dus het is niet echt super saai of zo. We gaan luisteren naar Let Me Entertain You. Uitgevoerd dus door het JWF-kapel.
Let Me Entertain You. Ik zei het al, 10 minuten muziek, maar wel leuke, mooie muziek van Robbie Williams natuurlijk. Let Me Entertain You, Supreme, The Road to Mandalay en Angels. Allemaal nummers die naar voren kwamen in dit arrangement. Ja. Wat ga ik eens zeggen? Ik weet wat ik ga zeggen. Want ik zag net een berichtje van de Flora Band voorbij komen. Dat de Mambo Beach Band naar Rijnsburg komt. Ja, wat is de Mambo Beach Band dan? Vraag je je af. Nou, voor de mensen die dat niet weten. Dat is een soort feestband. Die op bijzonder hoog niveau muziek maken. Ik ga even kijken. Volgens mij, ja, kijk, daar zijn ze. Het is een filmpje van YouTube, want ze hebben nog steeds helaas geen originele cd op Spotify of zo. En ik heb de cd van hun, want ze hebben er wel een. Heb ik helaas niet in mijn bezit. Maar zo kan het ook even kort laten horen wat het ongeveer inhoudt. Maar zij zullen dus te zien zijn in Rijnsburg en wel op 20 december. Dus wil je daarheen, kijk even voor meer informatie dan op de Twitter van de Rijnmond Band, want daar staat alle informatie op. De locatie, de tijden en ook de entreeprijs en dergelijke. Dus ook meer informatie te vinden op de website van Flora Band zelf trouwens. www.florabands.nl. Dat dus in Rijnsburg allemaal op 20 december. Ja, en ja, dat is weer even wat rustiger. Wat misschien ook nog een leuk berichtje is om te vertellen, is dat er een nieuwe trommelmeester is bij het Arnhems Trompettenkorps. Arnhems Trompettenkorps. Tim de Wijs is daar namelijk de nieuwe trommelmeester geworden. En naast de trommelmeester zal hij tevens deel gaan uitmaken van het instructieteam, waarbij hij tijdens zijn eerste repetitie al direct een behoorlijke stempel heeft weten te drukken op de exercitievaardigheden van het korps. Tim heeft een ruime muzikale belangstelling en zal deze ook buiten de setting van ATK zichtbaar maken. De ervaringen zijn zodoende opgedaan en deze kunnen mooi gebruikt worden in de muzikale en de showtechnische ontwikkelingen van het korps. Tim was onder andere maître van Exempel en is actief bij Irene in Ede. En op 1 november tijdens het concours in Schiedam zal hij zijn debuut maken als maître van het ATK. Dat dus een mooi berichtje over het Arnhems Trompettenkorps. Nou, al deze berichten die wij natuurlijk ook hier in de uitzending behandelen zijn ook te vinden op korpsmuziek.nl. Zoals al vaker in uitzendingen genoemd. En naast het laatste nieuws zijn daar natuurlijk ook weer veel verslagen van taptoes en andere evenementen te vinden. Natuurlijk volgen ze daar ook hoe de nieuwe shows van korpsen tot stand komen. En het magazine On The Front is misschien ook geen overbodige luxe om eens een keer te lezen. Als je deze wereld wel interessant vindt, deze muziekwereld van de orkesten die op straat marcheren. Deze staat namelijk ook boordevol met leuke interessante artikelen. En die is te vinden via www.onthefront.nl. We gaan nog even naar een stuk muziek luisteren. En het is op dit moment heet van de strijd, om het maar zo te zeggen, in Syrië en dergelijke. Het wordt bijna avond. We gaan luisteren naar The Eve of the War.
nummer uit de film War of the Worlds, als ik mij niet vergis, uit 1978 volgens mij alweer. The Eve of the War, dus deze uitvoering van Brassband De Waldzang. Ja, ik heb nog even wat nieuwsberichten en daarna gaan we nog één nummer draaien en dan gaan de stembussen dicht van de track van de week. Dus er kan nog gestemd worden tot die tijd op www.ballisticbrass.nl. Op dit moment is er het een en ander veranderd aan de stemmen, maar de uitslag verandert er nog niet zo heel veel van. Dus het kan nog tot ongeveer, je hebt nog ongeveer 5 minuten, denk ik. Wij gaan nog een nieuwsberichtje doen, zoals gezegd. Want de fusie van de KNMO leidt in Friesland tot een goed bezet Mars & Show concours. De Sternse Slotlanders uit Franeker organiseren namens de nieuwe OMF op zaterdag 11 oktober 2014 een Mars & Show concours in Franeker. Er zijn in totaal namelijk al 16 deelnemende verenigingen, waarvan 9 verenigingen deelnemen aan de Marching & Music Contest en 7 aan het show concours. Na het ochtendprogramma start een street parade door Franeker en bij de Streetparade zijn 3 door de OMF beschikbaar gestelde geldprijzen te winnen. Dat dus allemaal op 11 oktober. En ja, mooi dat natuurlijk zo'n fusie dan goed uitpakt in een geval als deze. Want het is denk ik toch ook wel nodig. Onze hobby, hoe we het ook wenden of keren, wordt toch wat dunner bezet als je het zo bekijkt. En ik heb laatst al met Matthias over gehad. We moeten toch binnenkort maar weer eens de ideeën op tafel gooien om naar jeugdbeleid te gaan kijken. Lijkt me wel interessant. Want er zijn een aantal mensen geweest die toen de tijd hebben aangegeven van als je ooit een keer een uitzending daarover doet, dan wil ik heel graag bij jullie aanschuiven. Dus die mensen zitten nog in mijn achterhoofd. En daar gaan we zeker misbruik van maken. Als die uitzending daar is. Dus dat gaat volgens mij wel goed komen. Wij gaan in ieder geval voor nu eerst nog even naar een stuk muziek. En daarna dus de track van de week. Dus er kan nog gestemd worden. www.ballisticbrass.nl. Ook voor eventueel reacties op het programma kun je daar natuurlijk terecht. Kun je even een formuliertje invullen. Of als je denkt van, hey, ik wil graag een evenement promoten of wat dan ook. Ga even naar contact toe. Wat je ook kunt doen is gewoon even een mailtje sturen naar ballisticbrass@hotmail.com. Dus dat komt ook bij ons aan. Voor nu muziek met de King's Guard. Ik had het vandaag met mijn collega daarover namelijk. Als het goed is luistert hij ook mee. Dus bij deze speciaal voor jou Hans. The Voice of the Guns van The King's Guard.
track van de week. Ja, maar daar is het nu tijd voor. Zoals gezegd, de stembussen die zijn inmiddels gesloten. Dat betekent dat er niet meer gestemd kan worden op de track van de week. De stemmen zijn geteld. En de uitslag valt gewoon niets over te twisten. Er is gewoon één hele duidelijke winnaar uitgekomen. Nou, het was ook bijna niet meer mogelijk om deze winnaar te verslaan voor deze week. Volgende week is er natuurlijk wel weer een nieuwe kans. En sterker nog, dan zullen zij ook met een nieuwe track op de proppen gaan komen. Maar daar kom ik zo meteen even op terug. Want we gaan eerst voor deze week nog luisteren naar de track van deze week. En terechte winnaar zoals gezegd. 38 tegen 8. Oftewel 83% tegenover 17%. Een hele mooie einduitslag met Viva La Vida als winnaar van het Jong Kampertrompettenkorps. Het Jong Kampertrompettenkorps dus met Viva La Vida. Ja, en dat is dus de track van deze week. Dat is ook de laatste keer geweest dat we deze hebben gedraaid. Want de regel is altijd 3 keer achter elkaar kun je maximaal winnen. En dan moet je met een nieuwe track komen. Nou, nu staat op deze cd gelukkig nog een track van Jong KTK. Dus eerlijk is eerlijk. Zij krijgen nog 3 weken de kans. En mochten zij die 3 weken weer winnen, dan gaat Jong KTK er helemaal uit. En dan zal er een nieuw korps voor in de plaats gaan komen. Maar ja, ze hebben nog 3 weken de kans om hun eer te verlengen, laat ik het zo zeggen. Met Just Dance. Dat is dus de track die voor deze week van het Jong Kampertrompettenkorps op de proppen gaat komen. Ja, en wie gaat daar tegenover komen? Nou, ik heb een mooie uitgezocht, denk ik. Wij gaan even een fragmentje luisteren van hun tegenstander. De jubelpolka van DVS uit Katwijk. Ja, ik ga zo snel mogelijk, en dat is binnen nu en 2 minuten, hoop ik, de nieuwe track van de week online zetten. En dan kan daar ook op gestemd gaan worden. Dat zal ik zo meteen ook wel even aangeven wanneer die erop staat. Zodat jullie ook je keuze kunnen maken. En tot die tijd gaan wij nog even luisteren naar Cardiff Castle, uitgevoerd door Brassband De Waldzang.
Brassband De Waldzang was dat dus met Cardiff Castle. Ja, een bekende mars natuurlijk die we hopelijk in ieder geval hebben herkend. Nog even wat nieuwsberichten, want de tijd die begint ook al wel aardig te dringen. Voordat ik het trouwens vergeet, hij staat inmiddels online, de track van de week. Dus www.ballisticbrass.nl. Daar kan al gestemd worden op dus de Jubelpolka of Just Dance. De ene van DVS Katwijk, de Jubelpolka. En Just Dance dus van het Jong Kampen Trompettenkorps. Dat dus op www.ballisticbrass.nl. Ja, het nieuws zoals ik zei, want het WMC... 2017. Of dat overdekt is, misschien wel. Het zou zomaar kunnen, want de gemeente Kerkrade heeft een architectenbureau laten berekenen wat het kost om het Parkstad Limburgstadion te laten overkappen. Volgens het architectenbureau kost het overkappen zo'n 15 miljoen euro. En de gemeente, eigenaar van het stadion, die liet het onderzoek doen. Omdat ze het stadion ook op een andere manier willen gaan gebruiken. Een overdekt stadion met kunstgras zou ook mooi lenen voor concerten, beurzen en andere evenementen. En zaterdag worden daar de DCA Championships gehouden. Dus het EK voor drumcore is dat. Voor het eerst dus op een kunstgrasveld. Want dat ligt er al wel in Kerkrade. De website korpsmuziek.nl is er ook live bij trouwens aankomende zaterdag. En er zullen direct verslagen, foto's, interviews en videostream te zien zijn. Gehost en gemaakt door DCE, waar Stichting Korpsmuziek al jaren een goede band mee heeft. En ik kan erover meepraten, want ook wij mochten daar een keer te gast zijn met ons programma. En hebben daar toen een live verslag gedaan van deze fantastische dag. Als je de kans nog hebt, zou ik zo zeggen, ga er een keer heen om te kijken. Want het is echt ontzettend mooi. En anders, als je er niet live bij kunt zijn, volg het dan gewoon lekker via korpsmuziek.nl, want ook daar zijn beelden en interviews en al die andere dingen die je zou willen weten over DCA Championship te zien. Een wat minder leuk bericht heb ik ook nog, want voor christelijke show en drumfanfares Malena uit Drachten is helaas het doek gevallen. Tijdens de ledenvergadering in juni namelijk werd er besloten om de vereniging op te heffen. Het bestuur en de leden van Malena hebben de afgelopen tijd alles aangedaan om door te kunnen gaan. Maar dit heeft helaas niet het gewenste effect gehad. En de laatste jaren is het aantal optredens steeds minder geworden. En daarnaast is het ledenaantal sterk gedaald. Malena werd in 1989 opgericht en heeft 25 prachtige jaren gehad. Een van de hoogtepunten was deelname aan het WMC in 2005. En Smalena houdt een grote opheffingsuitverkoop op zaterdag 27 september in het MFC De Bouwen aan de Klaverweide in Drachten. Dus mocht je nog interesse hebben in instrumenten, uniformen, lessenaars, ik weet niet wat er allemaal dan in de verkoop zal gaan, maar 27 september, aanstaande zaterdag is dat, als ik mij niet vergis, dan kun je daarvoor dus naar de Klaverweide in Drachten. Helaas dat het op zo'n manier moet. Maar ja, ook deze dingen gebeuren en zijn helaas aan de orde van de dag. Wij gaan nog naar een stuk muziek luisteren. Ook alweer bijna de laatste van deze uitzending, zie ik. Maar we hebben nog even de tijd. Ik had de cd van DVS erin zitten en ik dacht van, nou, dit vind ik wel een leuk nummer om nog even te draaien. Dus bij deze gaan wij nog één nummer van deze cd alvast draaien. Wie weet volgende week ook een ander nummer, namelijk de Jubelpolka. Maar dat ligt aan jullie, www.ballisticbrass.nl. Daar kan dus gestemd worden. Vandaag dus Make His Praise Glorious.
Ja, en inmiddels heb ik even mijn goede maat van de radio even opgebeld. Hallo Matthias. Dag Adrie en luisteraars. Ja, ik dacht ik moet toch even weten, Matthias, hoe het ervoor staat. Want een dag van tevoren, zo, een avond van tevoren, hoe gaat het met je zenuwen? Nou, die ging altijd nog wel redelijk goed, maar het wordt nu toch wel even iets, nou ja, anders wil ik nog niet zeggen, maar je merkt het toch dat de allerlaatste dingetjes nog even moeten gedaan worden. Dus, ja, precies. Dus de zenuwen die beginnen wat toe te nemen, zeg maar. Ja, of in ieder geval, je moet dingen ook uit handen geven en dat kan ik nooit. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Ik moet ook zeggen dat het heel... Ja, ik wou zeggen, het is heel, heel rustig hier in de studio nu, hoor. Dat er niemand aan knopjes zit hier en zo. Dat ik nu alles zelf moet doen. Heeft ook zijn nadelen trouwens. Maar goed, dat gaat wel goed komen. Maar ik had al beloofd aan het begin, hè. Ik heb nog een liedje voor je. Oh, vertel. Ja, ik dacht, ik moet hem toch even draaien. Hè? Alvast als voorbereiding op morgen. The Last Post? Vind je mooi? Zeker. Ik dacht, ik kan het niet laten om jou alvast even in de stemming te brengen voor morgenmiddag, is het geloof ik, hè? Het gemeentehuis. Ja. Ja. Ja, dus nou, ik ga jou sowieso morgen zien. Ik zal je niet al te lang ophouden nu, want volgens mij heb jij inderdaad nog best wel wat te doen. Ja, maar dat loopt ook wel door zonde. Maar goed, jij bent ook bijna aan het einde van het programma volgens mij. Ja, bijna, bijna. Dat is inderdaad heel goed dat je dat zegt. Bijna, want we hebben nog 2 minuutjes. Maar hey, Matthias, alvast namens alle luisteraars, dat ga ik gewoon asociaal doen. Een hele fijne dag gewenst. Dank je. En wij zien elkaar morgen volgens mij wel weer. Ja, daar ga ik wel vanuit. Nou, top. In ieder geval leuk dat je nog even belt. En succes nog even de laatste 1,5 minuut. En we zien elkaar morgen. Oké dan. Hey, okay. Hoi. Fijne avond, hè. Hoi. Ja, dat was dus Matthias morgen dus in het huwelijksbootje. Er gaan vast nog wel foto's komen via de Twitter. Het zij morgen, het zij overmorgen, dat weet ik nog niet. Maar dat gaat wel goed komen. Ik zal mijn plicht in ieder geval doen. Want dat heb ik ook gedaan toen de tijd met het vrijgezellenfeest. Dus morgen ook even met de bruiloft. Dat is wel zo leuk tenminste. Felicitaties zijn natuurlijk altijd welkom, want Matthias beheert de Twitter. Dus als je het op Twitter zet, dan... gaat het helemaal goed komen. @ballisticbrass, dan leest hij dat vast wel in de loop van de tijd. Wat mij betreft alvast... ik moet trouwens nog wat zeggen. Want volgende week ben ik er eigenlijk niet. En die week erop heb ik helaas ook andere verplichtingen. Dus 2 weken lang zullen jullie een herhaling gaan horen. Of non-stop muziek. Dat zou ook kunnen. Dat ligt even aan onze achtervang. Hoe die dat in gaat vullen. Over 3 weken zijn we weer live. En met een beetje geluk hebben we dan ook een gast in uitzending. Maar daarover zullen we op dat moment meer gaan vertellen. Want dat wil ik nog een klein beetje als een verrassing houden. Want dat is wel even leuk. Voor nu in ieder geval nog een fijne avond gewenst. Blijf luisteren naar Loco FM. De rest van de programmering gaat gewoon door. En wil je nog Hava Bra muziek horen, is het misschien ook nog wel leuk om te zeggen dat zometeen op Hoi FM, de lokale omroep van Nijverdal, ook nog weer een soortgelijk programma wordt gepresenteerd. Om 7 uur dus, na de klok van 7 uur, na het nieuws. En wat mij betreft tot over 3 weken. Hoi hoi.